welkom bij een nieuwe aflevering van Haaksbergen in beeld. Vandaag een leuke uitzending met een gezellig trio hier aan tafel. Ik heb leden van de Clippers Crew Singers en links van mij Karel van der Lek, Wim Karaman en Willem Overbeek. Welkom. Dank je wel. Ja, gezellig. Goed zo. Ik zet de bril erbij af, want anders kan ik het weer niet lezen. Jullie zijn een koor hier uit Haaksbergen. Wereldberoemd bijna. Haaksbergen en omgeving neem ik aan. Ik weet eigenlijk niet tot hoe ver het allemaal reikt, maar dan mogen jullie mij gaan vertellen. Karel, hoeveel leden hebben jullie? We hebben op het ogenblik 47 leden. Het is wat meer geweest, maar door omstandigheden zijn er wat mensen afgehaakt. En het zijn natuurlijk ook nieuwe leden welkom, maar op het ogenblik zijn het er 47. Oké. Okay. Is ook door corona dat er mensen zijn afgehaakt? Nee, dat niet direct. Nee? Corona hebben we goed overleefd. Ja. Want in de coronatijd zijn er geen mensen om die reden afgehaakt. Oh, gelukkig. Dus wel enkel om gezondheidsredenen, maar niet omdat dat we 2 jaar niet hebben kunnen repeteren en op hebben kunnen treden. Hebben jullie helemaal niet gerepeteerd, Willem? We hebben in de corona dan? In corona misschien 1 of 2 keer. Maar wat belangrijk is geweest, dat wij als bestuur, want wij zijn alle 3 bestuurleden, toch de kar hebben getrokken, want we mochten niet zingen. En desondanks hebben we de boel wel bij elkaar gehouden. En dat vind ik een heel groot voordeel, want we zijn inmiddels weer gestart. En al die 47 leden die Karel net noemt, die komen trouw en zijn enthousiast. Tussendoor zijn we al een keer bij elkaar geweest, maar we zijn heel blij dat het toch voort kan gaan. Zo'n kunst, ja. om in die zo'n periode het hele boeltje bij elkaar... Ja, en vergeet niet, wij zijn inmiddels, omdat we bijna of 10, 11, 12 jaar bijna bestaan, zijn we ook weer zoveel jaar ouder geworden. Ja. Dus dat is nogal van belang. Ja. Maar een sociaal heel fijn gebeuren. En ook niet online gezongen, hè? Want dat zag je natuurlijk ook wel aan de BN'ers. Zag je wel op YouTube en op Facebook dat ze er online gingen zingen. Hebben we niet gedaan. Nee. We hebben wel frequente nieuwsbrieven uitgezonden, waardoor de leden wel op de hoogte waren van de activiteiten en het wel en wee in het koor, hoe het verder gegaan is. En dat is ook zeer gewaardeerd. Ja. Dus daardoor was er wel een behoorlijk contact ook in die periode. Maar dat is ook heel goed hoor. Ja. Dat is heel goed. Saamhorigheid houden, binding houden. Ja, leuk. Ja. Mooi. Jullie zijn over het algemeen, Wim, een mannenkoor. Ja. Hoe zit het met de vrouwen? Zijn die ook welkom? Helaas niet. Op 1 enkele uitzondering. Nee, we zijn als mannenkoor gestart in 2011. En dat was ook de opzet van de start van het koor. Als mannenkoor verder te gaan of te beginnen. We hebben wel sinds een jaar of anderhalf, hebben we 1 dame erbij. En die ene dame, dat is toevallig een nichtje van onze toetsenist, John Gaasbeek. Die ene dame, Maureen, die geeft wat meer klank, kleur aan het geheel. Dat was een idee van onze dirigent Art Weink. Die dacht dat dit een verrijking van het koor zou zijn, van het geheel. De klankkleur van het koor zou zijn. Ja. En dat is ook volgens een kenner is dat ook te horen, dat we een dame erbij hebben. En ja, uiteraard als je dan een dame in huis hebt die die klankkleur versterkt en die hele hoge toon mee kan pakken die wij niet meer kunnen halen. Dan is het ook logisch natuurlijk dat zij als solozangeres bij bepaalde liederen een rol krijgt toebedeeld. Mooi. En dat gaat ook gebeuren. Mooi hoor. Ja. Leuk. Ja, toen het voorgesteld werd, toen dachten we allemaal, nou we horen het in Keulen donderen. Want John Gaasbeek, daar zijn we ook mee gezegend, John en Art. Zeer deskundige mensen, die zegt als we nou 1 dame tussen de tenoren zetten, moet je eens oppassen hoe dat aan klankkleur verbetert. En werkelijk waar. Ik geloof het. Ongelooflijk. Ja. Is dat ook te beluisteren op jullie website? Dat verschil zal niet zo via de website te beluisteren zijn. Nee. Het verschil denk ik niet. Mensen moeten het live. Ja. Nou, jullie zijn dus, wat jullie net al zelf al zeiden, opgericht in 2011 door Art Weink en John Gaasbeek. Klopt dat? Ja? Ja. We hebben het net al voor de opname er al een beetje over gehad, als een shantykoor.
En kunnen jullie me uitleggen, een van jullie drieën, ja, Karel, wat is een chantiekoor? En zingen jullie alleen dat of hebben jullie een breder genre? Toen wij gestart zijn als koor, hebben we het Chanticoor genoemd. En Art Wening die gaf daar direct zijn goedkeuring aan om dat koor te gaan leiden. Hij zegt, maar ik wil er toch wel iets bijzonders van maken. En niet alleen het standaard verhaal met de eenvoudige, tussen haakjes, met alle respect, zeemansliederen. Dus dat hebben we als zodanig opgepakt, eenvoudig begonnen. Maar met de tijd hebben we toch hele mooie stukken ingestudeerd die een beetje van het Chanticoor repertoire verwijderd waren. En dat bevalt ons heel goed. We hebben sommige klassiekers en we zijn een klein beetje afgestapt van het pure Chanti-verhaal. In het begin hadden we nog zo dat we alles aan de watergerelateerde nummers zouden zingen. Ook daar zijn we enigszins van afgestapt om het toch wat breder te maken. En dat wordt over het algemeen zeer gewaardeerd en ook de koorleden vinden dat heel mooi. Ja. Ja. Ja, ik moet zeggen, vorig jaar, anderhalf jaar geleden, toen was hier in het Cultuurhuis, het Kappen, in een weekend de WAK. En daar hebben jullie ook, of een klein clubje heeft daar opgetreden, buiten. Ja. En toen was ik er ook. En dat was hartstikke leuk. Ja. Weer vrolijke muziek, opgewekt. Prachtig. Iedereen in het koor was ook heel optimistisch. Ja. Trok het publiek ook mee, was hartstikke leuk. Ja, heel mooi. Maar Art Wening, we zijn dus amateurs en Art Wening probeert toch eruit te halen wat erin zit. Ja. En dat toch op een bepaald niveau te brengen. En het klinkt een beetje niet zo heel bescheiden, maar bescheiden daar toch af en toe aardig in gelukt te zijn. Dus, Ja, ik vind het fantastisch wat jullie doen hoor. Ik kwam met het opruimen, maar dat moet je soms wel, kwam ik een prachtige foto tegen van ons concert bij het 2016 was dat. Zeel? Nee, dat was in Zeel, maar dit was met de groep die we hier in de Kappen hebben opgevoerd. Ja. Enkele van ons die waren verkleed als zeelieden. Nou, dat was zo'n mooi orkest. En ook het hele optreden en het gebeuren kregen we hele mooie reacties van. Prachtige foto. Het lied Stooierman hebben we toen gezongen. Stooierman, en een aantal koorleden hebben toen een act opgevoerd als zeeman verkleed. Op de maat van de muziek. Ja. Touwen en spatels en kommen en bekers en futsen en noem maar op. En dat was een compleet toneelstukje wat zij dus op de maat van de muziek opvoerden. En daar hebben we veel succes mee gehad. Ja. Heel veel. Ja. Want waar treden jullie dan verder op? Het is hier, Haaksbergen, omgeving en nog verder weg? Enschede. En we hebben natuurlijk een paar hoogtepunten gehad. We hebben een aantal jaren geleden in de Keukenhof opgetreden. Ja. En ons klapstuk van de veiling was de uitnodiging om bij Sail Amsterdam te verschijnen. En daar hebben we ook op de zaterdag twee prachtige concerten gegeven. Met veel succes en veel enthousiasme. Dat is gaaf. Op het hoofdpodium, hè? Ja. Echt waar? Op het hoofdpodium met begeleiding van een deel van het Concertgebouworkest. Ja. Cool. Het mooie was ook, enkele zonen van mij die wonen in Amsterdam en die dachten van, nou, dan komen die oude lullen uit Haaksbergen met de bus. Ja, ja. En ze kwamen kijken en ze wisten niet wat ze hoorden. Ze waren zo enthousiast. Geweldig. En het was een succes. Echt waar. Nou, nog een keer. Maar dat is dus ook weer door COVID gecanceld. Het komt weer allemaal. Wij zouden gaan. Ja, we zouden weer gaan. Nou ja, misschien zit het nog wel in het programma. Zeel moet er nog bij komen. Eén keer in de vijf jaar. Ja, dat is het. Ja, maar het is uitgesteld. Ja. Nee. Het is vervallen. Ja. Pas over vijf jaar komt het. Oh, serieus? Ja, helaas wel. Ja. Oh, dat is jammer zeg. Ja. Dat is jammer. Ach, misschien komt er wel weer wat maar voorbij. Maar er zijn ideeën om een keer naar Bremen te gaan. Naar zo'nzelfde festijn. Oh ja? Een Zeel Bremen. Gaaf. Ja. Maar heel leuk nog, voor jullie. Dat is nog in de pen. Ja. Ja. Geweldig. Wim. Ja? Jullie hebben iets, of jullie gaan iets met een projectkoor doen. Ja.
Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, zeker. Nou, zoals elke vereniging heeft ook de Clippers Cruisingers moeite om nieuwe leden te verwerven. Maar een andere en belangrijke reden is ook om mensen laagdrempelig kennis te laten maken met wat muziek kan brengen aan vreugde en aan gezelligheid en aan, nou ja, noem maar op, alle positieve dingen. Net zoals bij lopen en wandelen of hardlopen een bepaalde stof wordt aangemaakt in je lichaam, endorfine. Ja. Is dat bij zingen net zo. Ja. Professor Erik Scherder heeft dat heel duidelijk ook een keertje uitgelegd. Nou, dat willen we het publiek laten kennis, daarmee kennis laten maken. Dus we gaan uitnodigen mannen van Haaksberg en omgeving om gedurende een korte tijd in een koortje apart te zingen. Met onze dirigent. En wat leuk. En dat gaat zo'n 8 weken duren. 8 keer achter elkaar een repetitie van een uur. En dan een echte opvoering, een echte uitvoering in het theater met het publiek. Waarbij wij ook natuurlijk als koor onze bijdrage leveren, maar ook het projectkoor dus een eigen optreden heeft. En het succes daarvan verwachten we wel te hebben, want in andere plaatsen hebben ze zo'n projectkoor ook gehad. Ook nog. En het blijkt dat het toch wel aanslaat bij mensen om gedurende een kortere tijd aan een koor, in een koor mee te doen. En dat gaan we proberen. Ja, mensen, en vooral denk ik toch wel de mannen, zijn natuurlijk een beetje terughoudend daarin. Ja. En als je dan zo'n proefsessie hebt, project, en dan kunnen ze er even aan snuffelen. Ja, precies. En, maar goed, hoe kunnen mensen zich daarvoor opgeven? Nou, we starten binnenkort starten we met een promotiecampagne, met een publiciteitscampagne. En dan met een artikeltje rondom Haaksberg, een artikeltje in Tubantia, een uitzending van Sternet. Nou ja, ja, waar we nu al een beetje eigenlijk op vooruit lopen. Ja. De mond-op-mond reclame, het flyeren op de markt. Op die manier proberen we dus zo'n 20, 30 mannen te interesseren om aan het project mee te doen. Ja. En dat wordt dus binnenkort gestart. En dan moet het in november uitmonden in een uitvoering. Heel leuk. Ja. Heel leuk. Ja, nou ja, het begin wat je al zei. Zingen is hartstikke gezond en daar word je blij van. Precies. Ja, en als je blij bent, dan ben je niet zo snel ziek. Ja. En het sociale gebeuren van zo'n koor. Ook, dat kan men ook ervaren hoe het leuk is om toch met een aantal mannen samen iets moois tot stand te brengen. Ja. En zingen is leuk. Ja. En dat gaan ze ervaren. Nou ja, goed, weet je, ik heb jullie natuurlijk ook een aantal keren wel hier in de kappen gezien, meneer, en ook in de pauze, hoe druk het is en gezellig. Allemaal bij elkaar, fantastisch. Ja, vind je het leuk hoor. Ja. Willem, op eigenlijk op 5 mei, nee? Ja, op 5 mei? Ja. Gaan jullie op de markt, gaan jullie ook een optreden doen? Ja. Klopt dat? Nou, anders moet een andere met me aanvullen. Maar het is zo dat vorig jaar is het niet doorgegaan. Ja, daarvoor? Of was het vorig jaar? Het was een bevrijdingsfestival. Hè? Het is 2 keer niet doorgegaan. Twee keer zelfs. Wij hadden daar al rekening mee gehouden en voorbereid. Ja. En nu zijn we opnieuw dus aan het voorbereiden. En wij gaan daar dus samen met anderen, gaan wij daar een selectie van nummers zingen voor de kerk opgesteld. Ik geloof dat er een tent opgezet wordt, mocht het niet slecht weer worden. En ook de keuze van de nummers, die is natuurlijk bepalend. Hè. Die hebben allemaal verband met de bevrijding. Ja. Zo heb je bijvoorbeeld Wheel Me to Ken van Vera Lynn. En ik geloof Land of Hope and Glory en nog een paar van die nummers. En die worden druk ingestudeerd iedere maandagavond en klinkt heel goed. Daarna, moet ik zeggen, dan hebben wij ook nog ons eigen feestje. En daar zal Karel straks ook iets over vertellen. Maar het zwaartepunt is dan die 5e mei toch dat we een bijdrage willen leveren aan de herdenking, hè, het verlatingsfeest. Ja. En ik denk dat dat heel goed kan. Oh, dat weet ik wel zeker. Dus, hartstikke mooi. Alleen het is altijd wel een punt natuurlijk, omdat je buiten staat. Ja? Dat vraagt van de geluidstechnici wel de nodige inspanning. Maar het is meestal goed gelukt, dus ook deze keer ook weer. Tegen de gever van de kerk, wie weet. Jawel. En jullie gaan daar gewoon overheen. Ja. Hartstikke mooi. Daarom. Ja, dus, leuk. En daarna gaan we dus ons 10-jarig bestaan vieren, wat ook uitgesteld is door corona. Ja, ook dat nog, in 2021 gebeuren. Ja. Dus we gaan toch met het koor en de partners gaan we
een kliniek doen in Schuttershoes met schieten. En daarna hebben we muzikale ondersteuning en een paar aardige verrassingen. Maar dat moet geheim blijven, dus dat kan ik niet vertellen. Maar ik zit zelf ook in die organisatie samen ook met Willem en nog andere mensen. Maar we denken dat het een hele leuke bijeenkomst wordt. En waar we dus op een mooie periode kunnen terugkijken. Ja. En ook naar de toekomst toe met alle plannen die we nog hebben. Ja. Dus dat wordt vast heel gezellig. Ja. Ja. Ben ik nog wat vergeten? Nee, ik denk het niet. Wat dan nog wel aardig is, we hebben het er net wel even over gehad, dat ons koor toch in de coronatijd bij elkaar hebben kunnen houden. En ik hoor toch verhalen dat er koren elders zijn die heel veel leden kwijtgeraakt zijn. Ja. Opgedoekt zijn in de coronatijd. Ja. Dus de mensen van de PR die hier niet bij zitten, maar ook enkele bestuursleden die zich enorm hebben ingespannen om die contacten goed te houden, waardoor we de club goed bij elkaar hebben kunnen houden. Ja. En dat is geeft toch wel een grote waardering ook voor ons. Ja, dat spet je af hoor. Ja. Dat is wat ik in het begin al zei, en we hebben voor die tijd al even over gehad. Hè. Weet je, bent 2,5 jaar verder. Ja, mensen worden 2,5 jaar ouder. Niet op deze leeftijd is er van betekenis. En ik wil er iets op aanvullen bij jou. Wat de PR betreft. Kijk, we hebben met dank hele goede sponsoren en nog. Ja. En ook enkele gehad die om wat voor reden ook afgehaakt zijn. En ook om begrijpelijke reden in de huidige economische tijd hun argumenten hebben. Of bijvoorbeeld dat men zegt, nou doen we dit jaar dit en volgend jaar doen we eens een keer een ander. Ja. Dus en daar ben ik deels ook verantwoordelijk voor. Om toch proberen om in de nieuwe tijd weer mensen aan ons te binden. Ja. Maar vergeet niet, als jij door corona niet optreedt, dan wordt het ook voor een zaak ook weer minder interessant. Tuurlijk. Maar als wij publiciteit hebben en we brengen wat, dan is het weer leuk. Ja. Dus daar houden we ook rekening mee. Dan, dat absoluut. We langs die weg ook... Ja. Goed zo. Ik wens jullie heel veel succes de komende periode. Altijd natuurlijk. We zullen elkaar vast nog wel zien. Graag. In diverse interviews en dingetjes om op wij te starten. Absoluut. Wij komen terug. Dat vind ik gezellig, nee, vind ik heel leuk. Ja. Alleen dat we wel ouder worden, maar voor de rest verandert er niks. Daarom. Het strekt ons allemaal gewoon mooi glas. Oké, goed. Dank jullie wel. Dank je wel. Dank je wederzijds. Goed zo. Zeker. Dank je wel. En we danken jullie weer voor het kijken naar een aflevering van Haaksbergen in Beeld. En tot de volgende aflevering. Haaksbergen in Beeld brengt het grote en kleine nieuws uit Haaksbergen. Wij zijn te vinden op radio, internet en social media. Lijkt het jou leuk om te presenteren of reportages te maken voor RTV Sternet? Word dan vrijwilliger. Stuur een mail naar info@rtvsternet.nl. Voor meer informatie kun je ook kijken op www.haaksbergeninbeeld.nl.